Niet tenminste zien we elk jaar weer rare dingen gebeuren, overal op de wereld. En al met al zien we een trend in een heleboel extremen van er is één extreem die afneemt, namelijk koude golven. Hele koude dagen, daarvan zien we al een hele significante afname. Maar voor vrijwel alle andere dingen zien we zorgwekkende toenames. Nou, een van de dingen die hier natuurlijk in zit is het orkaanseizoen van afgelopen jaar. Daarvan weten we inmiddels ook dat er een klimaataspect in zit. Nogmaals, één orkaanseizoen is nooit aan klimaatverandering toe te schrijven, maar het zit er al in. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld ook in 2005 record sneeuw in Boston, maar ook sneeuw in Melbourne, wat ze al 70 jaar niet hadden gezien. Dus ook dat soort rare dingen die we steeds meer zien op allerlei plekken. En voor een gedeelte zijn dat dus dingen die door meteorologen worden gezien en die door in dit geval dan NOAA in de Verenigde Staten of door KNMI in Nederland worden gerapporteerd. Voor het Rode Kruis zijn het ook dingen die wij terughoren uit de kleine dorpjes waar onze vrijwilligers werken, met name in de ontwikkelingslanden. Maar dat is het zorgelijke eraan. In Nederland en in de Verenigde Staten nemen die rampen toe, maar daar kunnen we nog wel mee omgaan. Maar de sterkste toename van die rampen en de grootste kwetsbaarheid voor die rampen zit in ontwikkelingslanden. Dus juist de landen die het minst hebben bijgedragen aan die klimaatverandering, zullen ook in dit opzicht de zwaarste gevolgen ondervinden. Even de reden om het ook weer specifiek over rampen hebben, is eigenlijk ook om het klimaatdebat wat dichterbij te brengen. Want je ziet om je heen dat mensen, als je denkt aan klimaatverandering, dat er toch snel iets ontstaat. Dat is iets, dat zien we nog wel. Dat gaat wel gebeuren. En dan hebben we het over 2 centimeter. Nou ja, wat is nou 2 centimeter? Dus juist die kant van die rampen, die maakt ook wel heel inzichtelijk dat we het wel degelijk over grote effecten hebben. Ik zal eerst nog even kort iets zeggen over het concept wat wij hebben ontwikkeld. Dat heet Disaster Risk Management. Dat is het weerbaarder maken van mensen tegen rampen die kunnen voorkomen. En waarbij je kan zien dat het risico op een noodsituatie, op een ramp, is gerelateerd aan verschillende factoren. Je hebt wat we in het Engels noemen de hazards. Dat zijn de gebeurtenissen die voorkomen met die eventueel negatieve gevolgen hebben voor mensen. Die gebeurtenissen kunnen zijn een droogte of een orkaan of een gewapend conflict. Daarnaast heb je de kwetsbaarheid van mensen, de vulnerability. Het hangt af van of je bijvoorbeeld een man of een vrouw bent, hoe kwetsbaar je bent voor bepaalde verschijnselen. En je hebt ook verschillende capaciteiten van mensen om hoe ze met een ramp kunnen omgaan. Als je bijvoorbeeld hier in het Westland de overstromingen hebt bij de tuinders, dan gaan die mensen geen honger lijden, want ze zijn verzekerd en ze hebben spaargeld om eten te kopen en hun bedrijf opnieuw op te zetten. Maar als je bijvoorbeeld daartegenover een droogte hebt in wat nu aan de hand is in Noord-Kenia en Zuid-Ethiopië, die mensen zijn veetelers, zijn afhankelijk van hun vee. Bij extreme droogte gaat dat vee dood, dus hun hele middelen van bestaan die verdwijnen daarmee. Dus dat duurt dan jaren voordat die mensen weer hun leven kunnen opbouwen. En dat kunnen ze ook vaak niet zelf, daar hebben ze dan steun van buitenaf bij nodig. Dus daarbij zie je grote verschillen, dat de klimaatverschijnselen hier zullen niet direct noodsituaties tot gevolg hebben, maar klimaatverschijnselen in ontwikkelingslanden hebben veel eerder doden tot gevolg of juist de verstoring van het leven van mensen. Wij merken in de praktijk echt dat als je met klimaatmensen, rampenmensen, ontwikkelingsmensen bij elkaar zit, dat die al jaren met hetzelfde probleem bezig zijn en elkaar toch niet kunnen begrijpen, toch op een hele andere manier daarnaar hebben gekeken. Dus die bruggen slaan, dat zien we op dit moment gebeuren in die partnerschappen, onder andere dat platform waar Margot het over had. Ja, ik denk dat daar wel degelijk een momentum uit aan het ontstaan is. De openingstoespraak van Tom Hayes vond ik heel goed. Hij bracht het een helder beeld van de mogelijkheden die er waren. Ik vond het een hele interessante dag. Alleen, en dat is het grote probleem nog, dat veel mensen nog niet begrijpen hoe dringend het is. Ja, de dag was heel erg leuk. Ik heb Eurtijs zelf een aantal keren in de afdeling 7 naar meegedaan. En nu is het gewoon even in de keuken gekeken. Heel geweldig. Ik vind er inderdaad veel jonge mensen, ook oudere mensen. En die zijn allemaal heel erg gedreven, heel erg de ware bevlogenheid om er toch, waar ik dan ongerust over ben, wat aan te doen. Deels oude kost natuurlijk, dingen die ik al wist. En
het is wel goed om het allemaal weer eens op een rijtje te hebben en weer eens de moderne ontwikkelingen erbij te horen. Want af en toe dan denk je dat je het allemaal al weet. Er zijn er toch weer nieuwe dingen, dus dat heb ik dan toch weer gehoord. Ik vond het vandaag wel een leuke dag. Ik was er natuurlijk zelf ook wel een beetje bij betrokken, organisatorisch. En dan let je toch ook op een hele hoop andere dingen, of dit goed gaat of dat goed gaat. En het ging allemaal perfect goed. Nou, ik heb geluisterd naar de verschillende sessies. Wat ik ervan vond, dat ik merkte dat er zoveel organisaties naast elkaar, in onbekendheid met elkaar, dingen nastreven. Waarbij ik ervoor pleit dat die, zoals deze dag juist een goede bijdrage heeft geleverd, die organisaties die klein zijn, de handen ineens slaan en meer in contact met elkaar komen. En dat is vandaag heel goed gelukt, denk ik. Ik vond het erg leuk, hoor. Ja, heel erg leuk. En ik vond de muziek ook zo leuk in het café. Daar hou ik wel van. Lekker klezmer, zigeunermuziek. Ja. Ik ga gewoon met een goed gevoel naar huis. Ik heb een leuke en interessante middag gehad.